12 ruststand. Wat was je gevoel in de rust, Piotr? Nou, op dat moment dacht ik nog helemaal niks. Maar ik ben terug op de wedstrijd. Je ziet na afloop dat de wedstrijd met twee gezichten was. De eerste helft kost nu weer een paar weken. En na de tweede helft proberen we weer naar boven te gaan. En je ziet er enorm een verschil in de fysieke toestand. Dat is eruit en ons door het team. En dat is gegeven. En toen is het eindelijk een goede wedstrijd. Geïrriteerd hè, in de wedstrijd, hè? Ja, dat is ook logisch. Kijk, dat is een eigen speler waar heel veel wat veel van aangroeid is. En dat lukt niet en iedereen is gefocust op hem. Dus ik kan me niks voorstellen dat het irritant is van de spelen. Maar oké, dat moet je ook leren omgaan. En onze situatie is op dit moment zo dat ja, staat niet als één schutter, als jullie niet is, dat hebben we probleem. Want dat was absoluut zichtbaar. Hans, kan je zien dat jullie samen hebben gespeeld vroeger? Want vanaf de eerste minuten allebei, ja, we hebben iemand uitgedekt. Is dat om jullie samen? Ja. Heb je het geleerd van Piotr? Ja, of? Ik heb ik samen gespeeld met Piotr. Het was wel een fenomeen in het handbalvelden. Back in the days, heb toen de tijd. En je weet dat Piotr is een ervaren coach, heeft er veel bereikt, veel gedaan. En dan moet je constant anticiperen, dan loop je achter de feit aan. Dan begon mijn man denk ik, dat hadden we al een beetje verwacht, maar toen ging F1 halen, 4-2, toen ging die kant op. En dat is soms wel zoeken, en we hebben wel op getraind. Maar we hadden na donderdag natuurlijk wel even een tik gehad van Dios. Dus we hadden maar één trainingetje, en ik moet zeggen, de eerste helft was echt ook van ons geforceerd en niet goed. Tweede... Je was ook geïrriteerd hè, zat ik bij de time-out hè? Ja, ik was geïrriteerd, omdat je allemaal is een teamsport. En als je allemaal uit stand 1 tegen 1 zou willen spelen, is HARO gewoon heeft toch nog wel wat lengte en wat fysiek. En als je iets langer doorspeelt met 5 tegen 5, creëer je wat ruimte. Maar goed, ze hebben het uiteindelijk de tweede helft goed opgelost, goed opgepakt. En ik ben gewoon blij met het resultaat. Want die hebben gewoon Hercules met 8 verschillende huizen gestuurd. Dus het was geen makkie. Nee, je kon wel zien dat er zat iets in de ploeg na afgelopen donderdag, of de angst was. Of te goed willen doen? Nou, ik denk het laatste. Je wilt heel graag rechtzetten als groep. Want we hebben donderdag tegen onszelf gespeeld. Nou, dat merkte de eerste 10 minuten, kwartier ook nog wel hoor. Dan een beetje tegen onszelf gespeeld aan. Nou, nu is een hele gevaarlijke speler. Die jongen op de middenopbouw is een slimme speler. Goede speler. Lopen. Ja. Dus ja, het is niet de proef waar je zo mee... Dus wat dat betreft... Ja, en Piotr weet je niet hè. Piotr is een slimme man, ervaren man. En daar kijk ik ook altijd op tegenop. Dus wat dat betreft maakt het allemaal extra spannend. Piotr? Hij is heel lief. Ja? Piotr, je hebt een hoop jonge jongens in jouw team, hè? Ja. Middelbouw, 16, 17 jaar? Op dit moment, als je naar onze team kijkt, we hebben totaal andere prioriteiten als Houten. Houten veel hoger op, wij moeten daarin blijven. Kijk, onze traject is gestart dit jaar. We hebben junioren A en B in het team en dat is ook een insteek. We hebben een mogelijkheid om door te groeien, mits wij daarin blijven. Als wij daarin blijven, dan gaat het project verder. Als wij gaan degraderen, dan gaan we helaas sluiten. Dus wij gaan alles aan doen om erin te blijven. Dus je ziet die wedstrijd vandaag heeft ook laten zien. Houten, andere prioriteit. HARO, andere prioriteit. Ja, ja, dat wordt natuurlijk wel spannend. Ja. Hè? Jullie staan niet al te veel punten voor natuurlijk op degradatie plekken. Nee. Dus je moet wel blijven winnen natuurlijk. Met zo'n ploeg ga je niet degraderen. Ja, we moeten blijven winnen, maar je ziet het dat, materiaal is het wel. Maar je ziet bij ons eerste helft en tweede helft met enorme verschillen. Ja. Dat betekent, je speelt met hele jonge gasten. Ja. Die kunnen alles spelen, maar die kunnen ook niks spelen. Ja. Ja. En dat is gevaar. We kunnen van Hercules winnen, maar we verliezen ook of gelijk spelen van Anitas. Ja. Dus dat is op dit moment ons het nadeel, jeugd, maar ik denk dat wij zoveel potentie hebben dat als wij door blijven trainen zoals wij trainen, dan denk ik dat wij over een jaar, twee jaar een goede team kunnen neerzetten. Hans, wat heb je met Jort gedaan in de rust? Nou, klappen het even of nee, zeg, nee, ga nou gewoon eens lekker handballen en je hier niet te blijven. Jort is erbij gekomen, speelt voor het eerste keer thuis. Jort wil heel graag laten zien dat ik in handbal heeft een aantal maanden niet gespeeld.
Ja, en die was in het begin een beetje zoeken, meer vanuit zichzelf van nou oké, ik heb ruimte, maar ja goed, je hebt met jongens als Jorg en Rutger Hoek, heb je jongens die kunnen je lanceren, die kunnen uit de beweging komen, een goede cirkel lopen. En de tweede helft deed hij dat beter en ik zeg zoek het duel nu op, je bent 2,3 meter. Als jij 10 meter omhoog komt, dan kan niemand jou in principe blokken en heb je een vrij schot. Want als je aangeraakt wordt, is het toch moeilijk om te schieten. Nou, en dat heeft hij heel goed opgepakt, daar ben ik super blij mee. En ja, dat geeft je wel als coach een meer wisselmogelijkheden, want je hebt wel een luxe probleem nu op dit moment. Ja, ja, en dat is zeker mooi. En nou, aanstaande dinsdag spelen we de regio bekerfinale. Ja. Nou, ook al vertrouwen in, neem ik aan. Ja, ik heb wel vertrouwen in en natuurlijk niet onderschatten bla bla bla, maar ja, je speelt tegen Celeritas, dus twee niveaus eronder, je speelt in eigen huis. Ja, maar je moet gewoon winnen. Ja. Je speelt ook nog in de beker, Piotr? Nee, nog niet, want HARO is gedegradeerd. Oh, oké. Dus we komen later. Oké. Okay. Dus jullie zitten sowieso al in de kwartfinale. Ja. Ik denk dat we gaan Houten meteen voor het dan. Oké. Ja, dat is wel een leuk voor die jongens. Ja, nou, het zou mooi zijn als jullie dan voor het dan thuis krijgen. Ja. En dan heb je een mooie wedstrijd in je eigen hal. Heren, bedankt voor jullie snelle aanwezigheid. Ja, en ja, succes in de strijd tegen Dijk. Hans, strijd om kampioenschap. Dus volgende week gaan we weer verder. Ja, en volgende week serreer ik dat met een alles meer uit, hè. Dat is er ook één. Maar goed, we hoeven voor niemand bang te zijn, we moeten gewoon ons eigen spel spelen. Succes heren, bedankt. Dank je.